Hoi, in deze video ga ik het hebben over oogschaduw en oogkleuren. Wat past nou bij wat en ja, wat is nou aan te raden? Nou, in feite kan natuurlijk alles. Weet je, tegenwoordig mag je natuurlijk alle kleuren gebruiken en bij elke kleur ogen past natuurlijk alle kleuren oogschaduw. Maar goed, de vraag is natuurlijk van nou, wat past bij jou? Waar voel je je fijn bij? Maar hoe kan je zorgen dat je ogen meer gaan spreken? Ik heb hier een kleurencirkel. Die gebruik ik met schilderen. Dus als ik een schilderij maak, dan gebruik ik de kleurcirkel. En zo kun je natuurlijk kijken hoe je kleuren kan mengen, maar ook natuurlijk wat de tegenovergestelde kleuren zijn. Dus als ik hier kijk bijvoorbeeld naar blauwe ogen, dus of je naar hier kijkt of hier, dat maakt niet uit. En je gebruikt zo'n kleur of zo'n kleur, dan doet dat niks voor je ogen. Het wordt meer een geheel. Van een afstandje kan het ook lijken alsof je, bij blauwe ogen dan tenminste, alsof je een blauw oogslag hebt. Omdat het natuurlijk meer een blauwe vlak is uit de verte. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de tegenovergestelde kleur, een beetje een oranje tint, dan ga je ogen er echt uitspringen. Dan zie je ook van een afstandje van, hey, die blauwe ogen. Dus zo kan je er een beetje naar kijken. Dus hoe meer contrast, bij groene ogen is dat een paars tint, een rood tint. Weet je, dus hoe meer contrast, hoe meer je ogen eruit gaan springen. Maar goed, de een kijkt natuurlijk naar de kleur kleding, van hey, wat past er mooi bij mijn kleding. De ander kijkt natuurlijk weer van, nou, ik kijk gewoon puur wat kleur ik leuk vind. De ander zegt natuurlijk weer van, nou, ik wil mijn ogen eruit laten springen. Dus kijk gewoon wat bij jou past. Kijk, hier zie je ook nog de kleuren. Kijk, deze is natuurlijk een beetje de bruin tinten. Daar tegenover zijn natuurlijk groen en blauw. Maar bruin is natuurlijk niet echt een kleur zoals groen en blauw. Dus in feite met bruine ogen kunnen helemaal alle kleuren. Alleen met bruine ogen moet je dus heel erg uitkijken dat het niet te somber gaat worden. Weet je, dat het niet heel doods eruit gaat zien, heel moeder eruit gaat zien. Dus dan staan heldere kleuren, dan frissen vaak de ogen weer van op. Dus maar dit is een beetje wat je dus aan kan houden van nou, welke kleur oogschaduw laat ogen spreken. Dus hoe meer contrast, hoe meer resultaat je dus krijgt met sprekende ogen. Dus ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Ik ga het ook eventjes laten zien. Ik doe allereerst eventjes natuurlijk mijn crème primer op. Maar doe vooral wat je leuk vindt en wat bij je past. Tegenwoordig mag alles. En dat is natuurlijk super leuk. Nou, wat ik nu even ga doen. Ik heb hier een blauw tint, Soana, Supercool en Green Moss. Nou, dit zijn kleuren die ik heel erg gaaf vind, maar die niet per se iets voor mijn ogen doen. En dat wil ik je even laten zien. Ik ga niet heel netjes een ooglook doen of zo. Ik wil gewoon even laten zien wat kleur doet. Nou, aan de andere kant heb ik een hele gave kleur Golden Season. Golden Season. En verder heb ik hier weinig liggen. Een blushkleur, een beetje meer een rood tint. Dat kan ook wel heel goed bij blauwe ogen als contrast. Die kan ik ook zo meteen gebruiken. Dit is de blush Blossom. Dus ik ga niet echt per se oogschaduw doen, maar wel eventjes om te laten zien wat het doet met mijn ogen. Nou, ik begin eerst even met de Golden Season. Hop. Doe ik eventjes hier. Nou, dit is niet echt een heftige kleur, dus ik ga ook even de blush erbij pakken. Ik heb ook een hele gave oranje tint, maar die heb ik niet hier. Jammer. Die ga ik wel een keer in een andere video gebruiken. Ja, het is eventjes om te laten zien, wat doet het met je ogen? Even een beetje afmaken. Nou, je ziet als het goed is dat mijn oog nu wel een beetje eruit springt. Dus ik hoop dat je dat ziet. En nu ga ik natuurlijk blauw en groen op doen. Dus even mijn kastje schoonmaken een beetje. Even. Nou, daar komt hij hoor. Deze kleur is echt zo te gek. Zo gaaf. En dat zeg ik hè, als jij gewoon blauwe ogen hebt en je wil gewoon blauw opdoen, doe het gewoon. Doe gewoon wat je leuk vindt. Maar als je zegt van joh, geef een tip van hey, ik vind die kleur zo gaaf, wat kan ik nog meer doen? Nou, wat ik dus bijvoorbeeld wel eens doe, is dan zo'n gave kleur blauw, doe ik dan bijvoorbeeld alleen in mijn ooghoekje. Of ik gebruik hem alleen als eyeliner, zodat het niet zo'n mega oppervlakte wordt.
pak nog een beetje groen erbij. Meng even een beetje met elkaar. Zo, het ziet er al raar uit, hè? Maak dus ook af met een beetje highlight. Je denkt dan is het minder shocking, maar dat maakt fijne moer uit. Het is sowieso shocking. Twee van die kleuren. Ik kijk even in mijn spiegel hoor. Ziet er echt niet uit. Ik doe wel een beetje mascara op om een beetje te verbloemen dit. Ik ben heel benieuwd wat je ziet. Zie jij, het kan ook heel goed zijn dat je het niet ziet, hè? Maar zie jij dat hier, dat het meer één geheel lijkt? En hier zie je echt mijn ogen er meer uitspringen. Ik ben heel benieuwd of je dat ziet. Laat het hieronder in de comments weten, of je het ziet of niet. En ik ga even boodschappen doen. Oh, ik heb het echt wel eens gehad dat ik het vergeten ben. Nu ben ik echt heel raar aangekeken bij Albert Heijn. Ik kijk nog in de spiegel hoor. En ik ben ook heel benieuwd, als je van afstandje kijkt, zie je dan ook, ik zie het zelf namelijk niet, ik heb niet zo'n goede ogen, maar zie je dan dat dit gewoon meer een vlak gaat worden en dat hier nog een oog eruit springt? Ik ben zo benieuwd naar jullie comments. Tadaa! Kom maar op met die comments. En, maar dit is gewoon niet zoals ik de deur uit ga natuurlijk. Maar dat je ziet van, hey, wat doet het als je een contrastkleur gebruikt? En wat doet het als je een beetje eenzelfde tint gebruikt? En nogmaals, als je dus zegt van, hey, ik wil toch een beetje die gave kleur blauw, maar ik wil ook dat mijn ogen eruit springen. Pak ik even zo'n precisiekwastje. Dat is zo'n klein rond kwastje. En dan kun je bijvoorbeeld nog een klein beetje in je ogen doen ofzo. Je kan zoveel doen met make-up natuurlijk. Zie je, dus zo kan je er ook weer mee spelen. En ik doe hem nu heel dun en heel licht. En je kan het nat maken dat hij gewoon lekker knal wordt. Ook als je een bril draagt en je zegt van, hey, ik wil toch die kleur blauw. En ik heb blauwe ogen. Of ik heb groene ogen, ik wil toch de kleur groen. Weet je, maak er een eyeliner van. Of doe het in je ooghoekje of wat dan ook. Het maakt allemaal niet uit. Als je maar zelf vindt dat je er leuk uitziet natuurlijk. Doe even een klein beetje die goudverf overheen. Nou, ik hoop dat je het een leuke tip vond en dat je er wat aan had en dat je ook een beetje weet welke kleuren er bij je passen. Laat het me weten in de comments en ik hoop natuurlijk op een mega dikke like van jou en dat je abonneert. Lijkt me super tof. Tot snel in de volgende video.